Welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe AliExpress video. Het leek mij heel erg leuk om een keer een shoplog op te nemen met echt kleding, accessoires en die uit te proberen in een volledige video. Dus vandaag heb ik 4 items voor je die ik heb besteld op AliExpress. Het waren er eigenlijk 5, maar ik loop echt al een hele lange tijd te wachten op het allerlaatste 5e item. Ik kan niet zien waar die is. De verkoper die heeft ook nog niet echt aangegeven van waar het nou is. Dus ik had iets van, in plaats dat ik daar ontzettend lang op loop te wachten, ga ik gewoon alvast deze video opnemen. Mocht ik het 5e item zeg maar toch nog een keer binnenkrijgen, dan ga ik die gewoon meenemen in een andere AliExpress video. Dus in dit geval heb ik gewoon 4 andere leuke items die ik jullie in deze shoplog ga laten zien. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze staan. Geef vooral deze video alvast een duimpje omhoog als je het leuk vindt om AliExpress video's op ons kanaal te zien. En vergeet je ook zeker niet te abonneren als je er meer wilt zien. Ik heb namelijk ook al een bestelling gedaan voor weer wat leuke telefoongadgets. En die komen er nog aan. Die zijn nog allemaal niet aangekomen en zo. Maar zodra ik daar weer voldoende van heb binnengekregen, ga ik daar een nieuwe telefoongadgets video van opnemen. Want die worden echt super goed bekeken op ons kanaal. En ik vind ze ook altijd super leuk om op te nemen. Research voor te doen. En gewoon om die spulletjes binnen te krijgen en te proberen. Want dat is trouwens wel een dingetje. Als ik zeg maar iets op AliExpress koop, dan doe ik dat echt heel serieus. Ik bestel nooit iets waarvan ik weet van, oh hey, waarschijnlijk gaat dit niet passen, maar het is heel erg leuk voor de video. Nee, ik bestel echt alleen dingen waarvan ik iets heb van, dat vind ik echt super leuk. Dit past bij mijn stijl. Dit wil ik ook echt gaan dragen nadat ik deze shoplog heb opgenomen. Dus vandaar dat ik nu hier 4 items laat zien. En dat het niet een super grote shoplog is van 20 items bijvoorbeeld. Maar gewoon puur omdat ik gewoon heel erg kritisch ben. En als ik dus geld uitgeef op AliExpress, doe ik dat ook gewoon heel erg serieus. Dat wilde ik eventjes zeggen van tevoren. Ik denk dat ik nu al voldoende heb gezegd, dus laten we gewoon beginnen met de shoplog. Dit is het allereerste item. Het komt natuurlijk in de bekende plastic tasjes van AliExpress. En er zit wel zo'n mooi dingetje aan de bovenkant. Ik vind dit soort zakken eigenlijk best wel fijn om te gebruiken of herbruiken. Dus meestal bewaar ik deze. Maar goed, het is niet een shoplog over plastic tasjes. Dit is het allereerste item. Het is namelijk een spijkerrokje, een zwart spijkerrokje. En de onderkant is zeg maar, de voorkant is korter als de achterkant. Ik weet niet of je het kan zien. Ja, hier kan je het zien. Hij is een beetje gerafeld. Hij voelt super stretchy aan, dus daar ben ik echt super blij mee. Ik heb deze wel besteld in een maat L als het goed is. Ja, maat L, want ik dacht van, hij moet echt zeker niet te strak zitten. En ik zou dit ook nooit, denk ik, als een L zien. Dus het is zeker wel iets, denk ik, wat als een M gaat vallen. Leek me gewoon heel erg leuk voor de lente en zomer straks natuurlijk. Dus ik dacht, daar kan ik gelijk even vroeg mee beginnen. De zakjes zijn echt, trouwens. Dat is super mooi. En hij is gewoon een klein beetje vuil gemaakt. Ook aan de achterkant zakjes. Dus ziet er super goed uit. En ik ben heel erg benieuwd om deze te gaan proberen. Zo, ik heb het rokje aan. Hij zit echt super lekker. Hij is heel erg comfortabel. Ik heb hem nu ietsje hoger zitten. Maar ik kan hem natuurlijk ook wat lager doen. Want die stretch, die is echt super fijn in het rokje. En ik ben ook heel erg blij dat dit echte zakjes zijn. Ik zou zeggen dat deze L wel echt valt als meer als een M. Maar hij zit zeker ook niet super strak. Dus ik zou zeggen een beetje tussen een M en een L in. Of een maat 38 past die zeker nog wel in. Dit is dus de achterkant of de zijkant. Ik moet zeggen dat ik toch niet helemaal dit zo'n leuk effect vind. Dat het zeg maar open is en dat dit stuk wat langer is. Of zo. Dat maakt hem net een beetje wat tuttiger ergens, vind ik. Maar verder vind ik het echt een super leuk rokje. Hij voelt heel erg lekker aan. En ja, ik denk dat deze zeker wel eens geld waard is. En dat ik hierin ga lopen de komende maanden. Mocht eindelijk de temperaturen natuurlijk omhoog gaan. Dus ja, dit is de volledige look. Ik heb er eventjes wat fans onder gedaan. Want dat is ook een beetje hoe ik hem zou stylen. En gewoon met een shirtje erop. En nogmaals, ze zitten echt zo comfortabel. Love it. Dit is zeker wel een topper. Volgende item ken je misschien wel van misschien vorig jaar. Het is zeg maar niet een nieuw ontwerp, dit t-shirt. Ik had er vorig jaar wel eens voorbij zien komen. En vond het gewoon een heel erg grappig t-shirt. Het is namelijk een wit t-shirt. Met van die boobs erop getekend. Ook deze heb ik weer besteld in een maatje L. Ah, ziet er heel erg goed uit. Deze katoen, of ja, het katoen is best wel dik. En de print zit er ook echt super mooi op. Even kijken of jullie dit een beetje kunnen zien. Boobies!
Leek me gewoon echt super grappig t-shirt. Ik heb hem dus in een L besteld. Hij ziet er wel redelijk wijd uit. Dus ik had misschien ook wel een M'tje kunnen nemen. Maar met een L'tje kan ik een beetje de mouwtjes opstropen. En is het gewoon wat meer oversized model. Hij is wel erg oversized trouwens. We gaan het zo zien als ik hem aandoe. Ik vind het in ieder geval fijn als iets zeg maar te liever... Ja, ik heb liever iets te groot dan te klein. Want dan kan ik er helemaal niet in. En deze kan ik gewoon nog een beetje ergens instoppen. Misschien wel heel erg leuk om in dat rokje te doen. Zeg maar zo erin stoppen. En mouwtjes oprollen. Maar ik moet zeggen dat de kwaliteit er echt super goed uitziet. Ik vind het heel erg leuk dat zeg maar die boobies een beetje zo wiebelend zijn gemaakt. En het zwarte is er gewoon heel erg mooi opgedrukt. En de katoen voelt ook echt super dik aan. Ik zie wel een licht vlekje hier trouwens. Maar op zich... Oh, daar ook een. Lichte kleine vlekjes. Maar op zich verder moet ik wel zeggen dat het heel erg mooi uitziet. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze aanstaat. En dit is het t-shirt aan. Ik zei net in een video dat ik... Ja, dat ik vond dat hij een beetje groot uitzag. Maar dit is echt precies hoe ik mijn witte t-shirts of überhaupt mijn t-shirts draag. Gewoon een klein beetje oversized, maar niet te. Ik heb zoals je kan zien de mouwtjes een beetje opgerold. En dat vind ik wel heel erg leuk te bijstaan. Want dat zorgt net voor dat hij iets meer vorm krijgt. En ik heb hem gewoon in de rok gestopt. Maar als je hem eruit haalt, dan is hij een beetje aan de lange kant. Zeg maar ongeveer hier. Maar dat is echt helemaal prima. En wat ik ook heel erg leuk vind om te zien, is dat de boobies echt op de perfecte plek zitten. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Je wil niet dat ze zeg maar half in je nek zitten. Of helemaal hier. Want het lijkt net alsof je van die hangtieten hebt. En dat is nou niet echt wat je wilt uitstralen, denk ik, met zo'n shirt. Maar ik vind hem echt super cool. Hij staat heel erg leuk met het rokje ook, vind ik. En het is gewoon echt de perfecte basic tee. Maar dan, ja, niet echt basic. Want er zitten die boobies op. Ik vind hem echt super cool. En het halsje is trouwens ook heel erg mooi. Hij is zeg maar wel hoog. Maar niet te hoog dat je een beetje zo verstikt voelt. En je kan er dus ook nog een klein kettingje bij dragen als je wilt. Dus ik moet zeggen dat ik het model van dit shirt echt helemaal perfect vind. En een L'tje is voor mij echt de perfecte maat. Ik zou trouwens toch eventjes het shirt eruit halen. Zodat je een beetje kan zien hoe lang die dan is. Dit is de lengte van het shirt. Dus het valt wel mee. Ja. Deze vind ik ook echt super geslaagd. En nogmaals, dit katoen voelt ook gewoon heel erg lekker en chill aan. Dus hele goede koop. Volgende item zie je ook echt overal op AliExpress voorbij komen. En dat is het bekende shirt van Brandy & Melville. Maar hij is dan uiteraard niet van Brandy & Melville, maar het is dan een knock-off. En deze vind ik ook echt super leuk namelijk. Je hebt hem in het grijs en in het zwart. En ik heb gekozen voor de grijze, omdat ik natuurlijk heel vaak zwarte broeken draag. En ik dacht, nou ja, dat is dan wel een leuke afwisseling. Dus het is een cropped sweater. Kijk, als ik hem zo kan laten zien. Een gecropte sweater met dat alientje erop. Ik geloof dat bij Brandy & Melville dat die alien er echt op is gestikt. En in dit geval is het er, ja, op gedrukt, geplakt. Ik weet niet zo goed hoe je dit noemt. Maar op zich ziet het er wel mooi uit. En ja, het is duidelijk wel een alientje. Ik heb deze besteld in de maat XL. En daar ben ik heel erg blij om, want ik vind hem vrij kleiner uitzien voor een XL. Het stofje voelt een beetje wat dun aan. Een beetje soort van goedkoop. Maar op zich is het niet heel erg erg dat hij dun is. Want dat is wel heel erg lekker om straks in de lente en zomer te dragen. Wanneer bijvoorbeeld een beetje wat kouder is in de avond. En ik vind het ook wel heel erg leuk dat de onderkant gewoon niet afgewerkt is. Dus dat is een beetje rauwig. De binnenkant is een beetje een soort van fleecy-achtig zacht. Dus het kan zijn dat deze misschien toch nog best wel wat warmte geeft. En dit is de trui aan. Ik moet zeggen dat ik echt super verbaasd ben dat hij niet super cropped is. Hij valt echt heel erg mooi. En moet je kijken, de mouwen. Die zijn gewoon echt perfect. Ik hou ervan dat ze zeg maar ietsje langer zijn. En deze vallen voor mij echt perfect. En voor mij is het heel vaak nog wel dat mouwen een beetje aan de korte kant kunnen zijn. Dus deze zitten echt super goed. Ik vind hem ook echt perfect goed zitten zeg maar qua breedte. Dus een maat L had ik ook aangekund. Maar ik vind deze nog wel ietsje chiller zitten. En zoals je ziet valt hij een klein beetje over mijn schouder heen. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Dus ik heb hem weer gecombineerd met het rokje. Mijn navel zit hier zo. Dus daar valt het t-shirt echt gewoon prima wel op. Ik denk dat deze lengte zo voor mij echt super goed is. En hij voelt best wel warm aan. Niet heel erg dik, maar ook zeker niet dun of koud of wat dan ook. Dus ja,
Deze vind ik wel echt heel erg leuk. En deze kan je natuurlijk ook combineren nu gewoon met een lange high-waisted broek. Dus misschien ga ik dat vandaag wel aandoen. Ik vind deze echt heel erg cool. Zeker geslaagd. Volgende item is niet per se een kledingstuk, maar het is een tasje. Het is namelijk deze fanny pack of bump bag. Nee, hoe is dat? Bump bag? Buideltas? I don't know. Dat is deze namelijk. En deze zag er echt super cool uit. Ik heb echt gezocht op dit soort fanny tasjes, fanny packs. Omdat het gewoon heel erg makkelijk is om hier spulletjes in te bewaren. Je hebt het lekker dicht bij je lichaam. Voelt gewoon heel erg veilig. Perfect voelt als je op citytrips gaat deze lente. En ik vind het ook gewoon heel erg cool staan. En nadat ik deze had besteld, toen zag ik in één keer op Instagram een foto voorbij komen. En toen ontdekte ik dat dit volgens mij een knock-off is van, ik geloof, Alexander Wang. Ik zal eventjes een foto invoegen mocht ik die nog kunnen vinden op Instagram. En dat zag ik helemaal niet door toen ik deze bestelde. Ik dacht gewoon, dit is een leuke heuptas. En die ziet er gewoon super tof uit. Maar het is dus volgens mij een knock-off. En dat heb je natuurlijk dus heel vaak op AliExpress. Bijvoorbeeld die trui die ik net liet zien, die grijze, is natuurlijk ook een knock-off van Brandy Melville. En dit is blijkbaar een designer knock-off. Hij heeft dus een lange strap aan de achterkant. En ik vond dit tie-tie met die ketting gewoon heel erg cool. Omdat het net wat stoerder is. En dan de zilveren ritsen. En hij heeft echt super veel vakjes. Aan de bovenkant heb je een heel groot vak. De rits gaat een klein beetje stroef. Maar op zich gaat hij nu al open. Hij is ook nog nieuw. Dus dit is echt een super groot vak. Hier kan je echt heel veel in kwijt. Want hij gaat helemaal van hier tot hier. Dan heb je hier nog een klein vakje. Dit is een echte. Dit is ook een echt vakje. Dan heb je hierboven nog een vak. En ik denk dat hier een telefoon in zou kunnen passen. Maar je kan hier natuurlijk ook een portemonneetje in. Of kauwgom of wat soort. Dat soort dingetjes. En dan heb je nog een vakje aan de voorkant. Het enige wat ik jammer vind is dat er niet een vak aan de achterkant zit. Want dat vind ik eigenlijk zeg maar het fijnste vak om bijvoorbeeld een telefoon of super belangrijke items in te bewaren. Bijvoorbeeld als een paspoort of iets in die richting. Maar aan de andere kant, je hebt heel veel andere vakken nog over waar je natuurlijk ook belangrijke dingetjes in kan doen. En ik vind dit kettingding gewoon echt super tof. Het is heel erg, nou het is echt duidelijk metaal. Het voelt best wel stevig aan. En ik moet zeggen dat hij ook heel erg mooi afgewerkt is. Ik zag hier wel een klein beetje soort van plastic. Oh, dat heb ik nu net afgehaald. Klein beetje plastic hier. Maar verder ziet het echt super mooi uit. En zo ziet deze tas eruit. Deze heuptas hoor je volgens mij wel op deze manier te dragen. Omdat hij niet, deze band is zeg maar niet super klein te maken. Dus zeg maar om je heup. Ik weet niet of je het kan zien. Zou deze voor mij veel te groot zijn. Dus hij is wel echt bedoeld om zeg maar dus zo schuin te dragen. Maar dat is juist wat ik heel erg leuk vind. Dus dat is helemaal prima voor mij. Dus je kan hem zo dragen. Dat zou ik prefereren omdat je dan lekker gewoon je spullen in de buurt hebt. Maar ik zag ook op de plaatjes in de advertentie dat ze hem zo droegen. Dus dan heb je het zwarte band aan de voorkant. En die ringen zitten dan daar op je rug. Dus dat is ook wel echt super tof. En dan ziet het er dus zo uit. Ja, dit is zeker wel een look die ik gewoon zou dragen eigenlijk op deze manier. Deze met die rok, sneakers, shirtje, deze tas. Love it. En hier kan je echt super veel in kwijt gewoon. Ook perfect voor festivals als je daar straks naartoe gaat. Dus ja, dit vind ik ook een hele geslaagde. En hij ziet er gewoon echt super mooi afgewerkt uit en dergelijke. Dus ik heb helemaal niks om over op te merken. Alright, nou, daar ben ik weer. Mijn haar is een klein beetje wild geworden door het passen. Jongens, ik ben super happy, tevreden, helemaal excited over deze AliExpress shoplog. Gewoon alles in deze shoplog vind ik gewoon, ten eerste het past. Ten tweede, het zag er goed uit. En ten derde, het zit ook nog gewoon heel erg lekker. En de fit was allemaal heel erg goed. Dus ik ben heel erg blij dat ik überhaupt goede keuzes heb gemaakt qua maten. Maar ik moet zeggen dat deze items ook echt gewoon er heel erg goed uitzien. En dat ik ze zeker hun geld waard vind. Want ze zijn natuurlijk wel echt heel erg budgetproof. Laat me eventjes in de comments weten wat jouw favoriet is van deze vier. Is dat het rokje? Is dat het booby t-shirt? Is dat het alien? De alien cropped sweater of is dat die fanny pack of de heuptas of hoe je het ook wil noemen. Laat me eventjes weten in de comments. Ik kan eigenlijk gewoon echt niet kiezen welke mijn favoriet is, want ze zijn gewoon allemaal echt super tof en ik ben helemaal excited. Ik denk dat ik vandaag deze tas misschien wel ga aandoen.
omdoen. Of ik ga de alien sweater aandoen. En dan combineer ik die gewoon met mijn zwarte mondjeans. Ik zal nog even een fotootje van invoegen trouwens. Of een stukje film. Dan kan je zien hoe dat staat. Maar echt nogmaals, ik ben helemaal tevreden. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden om te zien. Geef hem vooral een duimpje omhoog voor deze video. En laat me vooral even weten of je vaker AliExpress kleding shoplogs zou willen zien. Naast onze andere AliExpress video's die we wel eens doen. Mocht je geen genoeg kunnen krijgen van AliExpress shoplogs, check zeker ook nog eventjes de andere AliExpress of Wish shoplogs die we op ons kanaal hebben opgenomen. Maar laat me vooral even weten of jij AliExpress prefereert of Wish. Of is er misschien nog een andere website die een beetje in dit kaliber zit. Laat me eventjes weten of ik daar ook nog een keertje op zou moeten kijken. En misschien wat zou moeten shoppen. Dan heb ik voor nu wel genoeg gekletst. Ik wens jullie een hele fijne dag toe. Geniet van dit paasweekend. En laat me vooral even weten hoe het met jullie gaat. Ik vind het altijd weer leuk om te lezen. En dan zie ik je heel snel weer terug in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei!